Jeremy heeft zijn kwaliteiten. Dat wisten we ook. Dat is ook de reden waarom we hem gehaald hebben. Hè. Dus, we weten dat hij heel makkelijk kan scoren. Dat hij heel vaak op de juiste plaats staat. Alleen willen wij hem... Wij willen hem completer maken nog als voetballer. Hij moet meer betrokken worden in het spel dan hij vroeger deed. En dat begint te komen. Hij is meer aanspeelbaar, haalt de bal uit. De combinatie kan verder gezet worden. Ik vind zelfs dat we hem bij momenten nog te weinig hebben betrokken in de combinatie. Dus het is ook een beetje wennen voor de rest. Maar hij heeft nog veel meer in zijn mars dan hij al laten zien heeft. Nee, we hebben drie verschillende types. Hè. We hebben drie centrumspitsen, dus ze zijn allemaal verschillend. Je moet ze allemaal proberen te benutten op hun kwaliteiten. En zij moeten zich proberen ook allemaal aan te passen aan het team. En proberen van te functioneren in het team, elk met zijn kwaliteit. Het zal allemaal anders zijn. Maar ze kunnen allemaal functioneren in het team en iets bijbrengen voor het team. En daar moeten ze aan werken. En wij als team moeten hun kwaliteiten ook optimaal benutten. En bij de een is dat, ja, de een is 3 meter en de ander is maar 1,5 meter. Dus dat is een verschil, hè. Maar Perbij is iemand die conditioneel heel sterk is, hè. In tegenstelling tot wat misschien veel mensen denken. En misschien wat hij zelf, hij verschiet er misschien zelf van, maar hij is fysiek heel sterk. Alleen moet hij optimaal zijn fysieke kwaliteiten benutten. En die gebruiken ook. Ik heb het meegemaakt toen ik hier aankwam. Ze hadden die verschillende spelers met enorm veel fysieke kwaliteiten, maar die waren niet ontwikkeld. En Jeremy heeft enorm veel fysieke kwaliteiten. Dus, en hij begint ze te gebruiken. Beetje bij beetje begint hij ze te gebruiken. En ik denk dat dat de weg vooruit is. En dat gaat van hem nog een completere voetballer maken, denk ik, dan hij al was. Want vroeger kende iedereen Perbij als de sluipschutter. De man die altijd op de juiste plaats stond, maar oké, breng hem in stelling. Nu moet hij ervoor zorgen dat hij zichzelf soms in stelling brengt. Dat hij zelf de actie verder zet en dat hij dan in stelling komt. Dus dat doet hij goed.